Ja hoor, dat is een heel net. Ja, 5 stuks. Auk, zou jij weer willen tekenen? We markeren ze. We zijn eieren aan het dompelen, omdat ganzen over het algemeen een hoop kapot maken. Ze poepen heel veel, ze eten het gras kapot en zorgen dus ook dat de leefomgeving voor de vogels die we juist wel willen zien, dat die kapot gemaakt wordt. We zijn vroeger dan anders? Nou ja, voor ons doen een week vroeger. Maar we merken al wel dat we nesten tegenkomen, dan nu zeg maar 5 tot 8 stuks. Er zijn nog geen volledige nesten, meestal een ei tot 14, 16, soms ook wel 18, soms 20. Dan smeren we de poriën dicht. Als we het hebben over bijvoorbeeld weidevogels, wat voor vogels verdringen ze dan? Nou ja, toch wel de gerutholde wulp, kieviet, dat soort vogels. Ja. Ik ben Hans Dijkstra. Ik ben sinds jaren lid van vogelwerkgroep Tringa. Nou ja, we inventariseren hier vogels wat er broedt, maar ook doen we wat aan de populatiegroei van ganzen. Lijkt me niet de leukste klus als vogelliefhebber. Ik vind het erg leuk. Ja? Nee, als het moet eet ik ook gans. Ja. Het hoort er gewoon bij. Het hoort erbij. Het zijn er ontzettend veel. Vroeger trokken ze weg naar de toendra's. Maar sinds de boeren eiwitrijk gras verbouwen, vinden de ganzen het hier veel leuker om hier te blijven. En die grauwe gans was in 1950 een zeldzaamheid en nu een plaag. Wanneer houdt het werk voor jullie op? Nou, met een week of 3 stoppen wij ermee. Er zijn ook gebieden waar we eerder mee stoppen, omdat daar de roerdom voorkomt en de bruine kiekendief daar broedt. En dat zijn gebieden die je dus niet wil verstoren, omdat je anders die vogel kwijtraakt. Ja. Thank you.